Die Bijbel is voor mij, baie belangrijk. Die is elke dag. Het is mijn kompas van die leven. Dit helpt mij om mij door moeilijke tijd te krijgen en het leidt mij door die pad van God. Die Bijbel is een waardevolle instrument. Zonder die Bijbel kan een mens nergens komen. Zonder die Bijbel weet ik niet waar zal ik vandaag gestaan het. Daarom zie ik nog altijd, die Heer is redelijk goed voor ons als mens. Ik weet niet wat zal ik redelijk gaan doen zonder die Bijbel. Baie keren dan vraag ik, Heer, maar hoe kom ik Abel? Dan denk ik mezelf Abel, maar jy kan niet voor die Heer zulke vragen vragen. Die Heer wil jou gebruik. Baie keren gee die Heer my openbaring, misschien zoals ik Ezekiel 34 van die herders. En denk ik mezelf, kijk net wat gee die Heer voor mij uit die Bijbel, het gee die Heer voor mij verse. Wat ik moet doen. Gedurende mijn tijd in die gevangenis, heb ik onder andere een alfa cursus gedaan. En in daardie cursus het hulle vir ons Bijbels uitgedeel. Op daardie stadium was dit van onskatbare waarde geweest. Die Bijbel geeft jou letterlijk hoop. Dit was net daardie, dit was waarlik een lucht voor jou pad geweest. En ik het begin om die Bijbel te lezen en te bestudeer. Ik heb die Bijbel oor en oor gelezen van links tot rechts, recht deur, een tweede keer, een derde keer. Die Bijbel begint voor jou later een realiteit raak, want je ziet jou levensomstandighede, je ziet jou situaties waarin jy jezelf bevindt. Sien jy in die Bijbelse tye afspeel, die vraag wat je het, waarom je je worstel, vind je op je einde van die dag in die Bijbel. So jy vind die antwoorden en die Bijbel is net op je einde van die dag daar die hoop waarna allemaal smacht, daar die hoop wat jy gesoek het terwijl jy in die gevangenis zit, terwijl het in een hopeloze plek is. Dan is dit op een dag die hoop en die lucht waarna jy smag. Ik zie het keer op keer ook met die andere mensen en met mezelf is het ook zo geweest dat jy grijpt letterlijk die Bijbel aan en jy maak het jou alles. Dit wordt oprecht die belangrijkste boek in jou kamer en in jou leven. Want terwijl je daar is, is allemaal altijd negatief. Daar is nooit iets wat positiefs plaatsvindt of positief gebeurt in die gevangenis. En die enigste tijd wat jy het om jezelf te motiveren, is die tijd wat jy spandeer met jou Bijbel.